Thuis is waar je heen wilt, waar je echt jezelf kan zijn. Ben je bang, wil je dromen, je bent thuis. Waar je altijd iemand open in de ogen kijkt. Het geluk kan je vinden bij je thuis. Ik kan u niet helpen als je mij niks zegt. Hè. En ik zou niks liever doen dan u helpen. U kunt mij niet helpen. Valérie, niet opnieuw. Hè. Dat zullen we dan toch wel zien? Ik zie toch ook dat je er al onderdoor gaat. Pierre is geen oud lief. Pierre is ook mijn broer. Ik heb hem al lang niet meer gezien en ik wil hem ook niet meer zien. En waarom heb je dat niet onmiddellijk gezegd? Dat kan ik niet, dat is niet zo simpel. Ja, dat kun je wel, hè, Valérie. Het begint weer niet, hè. Het is niet zo simpel. Ik ben daar niet mee gediend, ze. Het is nogthans wel zo. Ja, ja. Zeg nu eens eindelijk hoe dat het in elkaar zit. Wij krijgen een kind samen, ik weet niet eens wie dat je bent. Ik had schrik dat je zo zou reageren. Oh, ja. Daarom heb ik ook zo lang gewacht. Zo'n reactie is wel voorspelbaar, hè? Dat beseft u nu toch? Dat besef ik. Oh. Dus als Pierre uw broer is, is Isabel... Isabel mijn zus. En u gaat er ook nog zeggen dat uw naam Vera is en niet Valérie? Komt hier? Ik dacht dat niemand ons ging storen. Ja, dat dacht ik ook. Het is voor mij een even grote verrassing als voor u, Eva. Hoe kom jij hier? Ja, gewoon door de deuren, Eva. Ja, papier ligt niet, hoor. Hij wist echt niet dat ik zou langskomen. Hij had er zelfs geen flauw benul van. Hey. Je ziet er goed uit. Jij ook, trouwens. Ja. Oh, godse, hè. Ik meen het, hoor. Allee, al bij al vallen uw brandwonden precies toch nog mee? Ik hoef uw commentaar niet. Ja, ik bedoel het wel goed dit keer. Je gaat toch nog kunnen werken, waarschijnlijk. Of toch niet, Pierre? Ik wil het wel maar uitleggen, Werner, maar je moet mij beloven dat je niet kwaad wordt. Jij bent Vera. En jij bent niet wie dat je zegt dat je bent. En wat moet ik nog allemaal geloven? Alsjeblieft. Ja, 1000 keer heb je het mij kunnen zeggen. 1000 keer, hè. En wat heb jij nog allemaal te verbergen? Het spijt me, het spijt me, het spijt me. Oh ja, maar daar is het wel wat te laat voor, hè, voor spijt. Ik had naar Veronique moeten luisteren. Veronique, die ze zich vliegen, hè. Die ik voor zot heb verklaard. Maar ondertussen zit jij me wel te beliegen, dat beseft het toch. En wat is er nog allemaal dat ik niet weet? Ik heb een andere naam aangenomen omdat ik gevlucht ben voor Pierre. Omdat ik doodsbang ben voor Pierre, nog altijd. Mijn naam was Vera, Vera Vink. Ja, en waarom zit je dan bang? Je hebt hem toch zelf bezig gezien? Je ziet toch... Ik zie niks! Ik zie dat ik u niet kan vertrouwen, dat verstaat het toch, hè? Zullen we het er een andere keer eens over hebben? Oh ja, een andere keer. Een andere keer gaan we er. Allee, loop maar weg nu, hè. Kom, nee, jij bent gewoon niet in staat om te luisteren. Oh, nee. Ik loop niet weg. Ik zal in het vervolg, hè, naar Veronique luisteren. Dat zal ik. Als je gekalmeerd bent, wil ik het nog eens proberen. Ik moet weg. Nee, Werner, alsjeblieft, Werner. Nee, ik wil het niet horen, hè. Wie loopt er hier nu weg? Nee, ik wil het niet horen, Valérie, of Vera, of wie dat ook zei. Godverdomme. Ik wil het nu uitleggen, kwaad of niet kwaad. Ja, bolle dafje. Ik had het al veel eerder moeten zeggen, maar ik ben toch geen crimineel, hè, Werner? Ah, allee, dat is goed nieuws. Je bent daar toch zeker van, hè? Nu maak ik me toch wel wat ongerust, meneer dokter. Gisteren dan had ik nog een beetje hoop, maar nu... Allee, gelijk als hem er nu ligt, er verandert niks, hè.
De coma-schaal evolueert gunstig en ik lees hier dat hij nog altijd reageert op pijnprikkels. Dus dat is een goed teken, hè? Ja, dat weet ik wel, maar zeg, is niks anders? Is... Ja, maar, toestand stabiel. Afwachten, Flokke, afwachten. Dus u kunt hem ook niet helpen? Ja, ik zit hier maar te klappen dat mijn keel er droog van wordt. Hè. Maar dat is niet echt praten, hè? Dat is waar, maar... Maar misschien hoort hij u toch wel, hè? Of misschien ook niet. Ja, dat is iets wat we nog altijd niet met zekerheid weten, hè? Denkt u dat ik ooit nog eens gewoon met hem kan klappen? Ik bedoel, dat hij dat niet terug zegt ook? Ik hoop het. In elk geval, ik ben naar hier gekomen om eens met hem te klappen. Ja, om hem dan rapper wakker te maken. Ja, hè? Ook ja, maar vooral... om mij te verontschuldigen. Om te verontschuldigen? Voor wat? Omdat ik zo laat bij het ongeval ben aangekomen. Te laat, eigenlijk. Maar denkt u dan dat uw schuld is dat hij hier nu ligt? Misschien hoort hem nu. Waar kom jij eigenlijk vandaan? Nee, jij eerst. Ik had u eerst een vraag gesteld en ik heb nog altijd geen antwoord gekregen. Of krijg ik misschien geen antwoord. Hoe zit het? Kan ze nog voor de camera staan? Tuurlijk. Je moet u geen illusies maken. Of zijt je nu niet meer geïnteresseerd omdat je Vera hebt teruggevonden? Hoe weet jij dat? Heb jij met haar gesproken? Pierre, ga maar. Oh god, niet zo snel. Hè. Je hebt het zo nodig. Ik heb mijn broer al in geen weken gezien, dus ik mag nu toch wel enkele minuten van zijn tijd hebben. Hè? Liever niet, hè? Nee, ik wist wel dat jij dat niet zou begrijpen. Evatje, ik moet dit hier even afhandelen. Rara, wat zou dat zijn? Maar je hebt wel gezegd. Ja, ik weet het, maar dat was voordat Isabel hier kwam binnenvallen. Hm? En die gaat weer voor, of wat? Nee, helemaal niet. Afhandelen, zeg ik. En dat meen ik. Oei, ik krijg al schrik. Maar ik bel u straks wel. Ga er nu naar huis. Dan bel ik u daar wel, hè. En we zien elkaar morgen toch, zoals afgesproken. En tegen dan heb ik dat hier geregeld ook. En wat dat modellenwerk betreft, je moet u geen zorgen maken. Je moet u niet op stang laten jagen. Hè? Ja. Hoe lang denkt daar nog aan het lijntje te houden? Nee. Vanaf nu stel ik de vragen. Eigenlijk was het om persoonlijke redenen dat ik daar te laat gekomen ben. Mag natuurlijk geen excuus zijn. Ik had er moeten zijn, Flokker. Dat gekund ook, hoor. Was zeker een half uur te laat. Een half uur, dat is lang, hè? Heel lang, ja. Vooral in kritieke situaties. En wie weet, misschien was dit hier allemaal niet nodig geweest. Ja, is het daarvoor dat je je schuldig voelt? Eigenlijk wel, ja. Dat is helemaal niet nodig, collega. Het zou waarschijnlijk geen verschil gemaakt hebben. Meneer Boman zou toch in een coma geraakt zijn. Ik vind het heel vriendelijk dat je dat zegt, hoor. Maar ik zit ermee, hoor. Ja. We kunnen ons beter afvragen wie die val veroorzaakt heeft. Dat is de echte enige oorzaak. Ik vraag me dat liever niet af. Stel dat onze Luc is. Ik mag er niet aan denken. Die moet morgen voor de rechter komen. Dus het is nog geen proces, hè? Maar morgen beslissen ze of dat er een proces van moet komen om... Ze hopen van niet, hè, Flokke. Oh, ik zou het niet overleven. Wat ik al meegemaakt heb met die twee zonen van mij. Een mens is altijd veel sterker dan hij zelf denkt, hoor. Hm? Laat het niet aan uw hart komen, zeggen ze dan. Dat is niet gemakkelijk, ze hebben zo'n twee kastaars. Flokke, hier zijn. Nieuwe koffie, ja. Flokke, je hebt er al van een goede kastaar om op terug te vallen. Oh. Is die maar zeker? Doe ik mijn beste, dokter. Flokke. Ja. Het gaat hier precies niet meer zo goed, hè, Pierre. 4:40 en normaal gezien is het hier altijd vol een bak. Wanneer heb jij met Vera gesproken? Huh? Vandaag nog. Een paar uur geleden. Ja, en een paar weken geleden eigenlijk ook al. Ik zie haar eigenlijk vrij regelmatig de laatste tijd. Hoe een paar weken geleden? Jij wist dus al de hele tijd waar ze was. Juist. Maar
Isabel toch. Dan hadden mij dat een paar weken geleden toch moeten zeggen. Hm? Ik heb u dat een paar weken geleden ook gezegd, hoor, Pierre. Toen jij uw handen zo rond mijn keel had. Ik hoor het mij nog roepen. Je sprak dus toch de waarheid. Had ik dat niet gedaan, dan had ik hier niet meer gestaan, hè? Maar je hebt geschreven dat je het juist daarom zei, om te beletten dat ik je strot zou dichtknijpen. En pas op, hè. Daarvoor is het nog altijd niet te laat. Ik heb dat inderdaad gezegd, Pierre, om mijn leven te redden, ja. Wat moest ik anders doen? Maar geloof me vrij dat ik het liever niet had verteld, hè. En ja, nu heb jij toch je Vera teruggevonden, hè. Wat zei je eigenlijk van plan? Wat moet ik van plan zijn? Ik waarschuw, hè. Het is nog altijd niet te laat. Als je gaat moeien... De kaarten liggen nu anders, hè, Pierre. Ik heb je toch verteld over die brief die bij de notaris ligt. Die na mijn dood geopend moet worden. En dat betekent vanaf nu, hè, poten thuis. Hoi. Dag Eva. Waar heb jij zo lang gezeten? Oh man, ik heb honger. Is er nog iets om te eten? Er is soep. Christophe heeft ze gemaakt. Ze is heel lekker. Ja, of laat maar. Ik zou wachten tot straks. Zeg, zijn jij de hele tijd bij Pierre gebleven? Ja. Hij was echt heel lief. Alles is uitgepraat. Wat vind jij daar eigenlijk zo lief aan? Ja, sorry, maar ik versta dat niet. Nee, maar jij moet dat ook niet verstaan, hè. Ik voel wat ik voel, hè. Ik vind dat jij veel te veel achter hem aanloopt. Mama, alsjeblieft toch niet opnieuw. Ja, maar Eva, ik mag toch zeggen wat ik vind, hè. Ja, maar probeer een keer rekening te houden met wat ik voel. Wel, ik vertrouw die gast niet. En ik ben daar blijkbaar niet alleen in, hè. Wie nog? Onze pa? Eva, sommige mensen stellen zich vragen bij de dood van Fernand. En eerlijk gezegd, ik ook. Pierre heeft me uit die brand gered. Liefde maakt inderdaad blind. Goh. Dat kun je niet verdragen, hè? Doe niet belachelijk. Je kunt het niet verdragen. Oké. Okay. Je hebt een troef in handen. Ja, maar wel een hele belangrijke troef, hè? En juist dat kun jij niet verdragen. Dat ik je voor ene keer te slim af ben. Voor ene keer, ja. Zo. Dus nu moet jij heel lief zijn tegen mij. Ik zal mijn best doen. En wat ik nog altijd niet versta, Pierre, en waar ik ook nog altijd geen antwoord op heb gekregen, is Eva. Wat doet die hier nog altijd? Die kan altijd nog wel eens van pas komen. Ja, hoe lang nog? Ik zie ook wat ik zie, hè. De passie is weg, hè. Ja, ik denk dat ons Evakken hier niet lang niet meer gaat rondlopen. Nu dat je Vera terug hebt. Nee, nog niet helemaal. Dine Werner loopt serieus in de weg. En dan dat kind. Vooral dat kind. Ja, dat kan toch echt niet? Pierre, laat het zo. Wat? Alles. Wij, Eva die verdwijnt wel eens vroeg of laat, hè. En waarschijnlijk eerder vroeg dan laat. En Vera, Pierre, laat haar met rust. Waarom? Omdat ze Vera niet meer is. Ze heet Valérie nu. Wat heeft dat ermee te maken? Pierre, wij hadden het toch goed samen, wij twee, toen ze verdwenen was? Voor mij heet ze nog altijd Vera. En dat zal altijd zo zijn. Pierre, die tijd komt niet terug, hè. Je kunt niet blijven denken elke dat ze... Elke dag, elke nacht. Er is geen minuut voorbij gegaan dat ik niet aan haar dacht. Dat wordt dan hoog tijd dat je daarmee stopt. Het wordt trouwens ook hoog tijd dat je van die obsessie afgeraakt. Want Vera is nu van een ander. Van een ander? Dat is gewoon belachelijk. Dat accepteer ik niet. Maar van die ander verwacht ze wel een kind, hè? Ja, en dat kan al helemaal niet. Over mijn lijk. Ja, kijk. Ik kan ook nu met die verklaring naar de politie stappen, hè? Beter dat ze het nu weten dan als ik dood ben. Ik denk niet dat je dat zou doen. Nee? Als jij Vera niet meer rust laat, dat weet ik nog zo niet. Ik heb nu de touwtjes in handen, Pierre. Dus alles terug zoals vroeger? Ja. Wij twee, net zoals vroeger. Daar zal ik wel terug moeten aan wennen. Dat zal wel lukken, zeker. Ja, dat begrijp ik dat u dat niet kan zeggen, maar ik mag daaruit wel concluderen dat het er goed uitziet. Oké, dan zal ik mijn eigen conclusies trekken. Bedankt. Dag.
Leontien, vind je dat goed dat ik nu even stop? Waarmee, Simon? Mijn werkertje. Je bent nog maar 2 uur bezig, Simon. In je contract staat niet dat je maar 2 uur per dag moet werken. Het is echt belangrijk. En ik kan er straks wel terug in. Allee, je komt dus toch nog terug? Ja, natuurlijk. Blij dat te horen. En wat is er dan zo belangrijk? Dat is privé. Mag ik eens raden, Simon? Je gaat uw Frank bezoeken in het ziekenhuis. Of je gaat uw Luxke ophalen bij de flikken. Moet ik daar nu mee lachen of wat? Nee, Simon. Ik lach er ook niet mee. Ik vind dat eigenlijk een heel pijnlijke kwestie. Ik heb trouwens de mensen van de politie hier ook al over de vloer gehad. Ik weet het. En die niet alleen. De arbeidsinspectie, de verzekering, allemaal om te zien of de voorschriften wel in orde waren op die werf. Hè. En wat heb je gezegd? Dat alles volgens het boekje ging. Wat anders? Alles ging toch volgens het boekje? Nee, ik wil zeggen over de Luc. Wat heb je tegen de flikken gezegd over de Luc? Ik weet dat niet meer. Ja, ik was er niet bij, Simon. Je zult hem wel verdacht gemaakt hebben. Hè. Ik zie nu daartoe in staat. Denkte jij nu echt dat ik op mijn kop gevallen ben, Simon? Ik wil mijn manager niet kwijt. Hè. Trouwens, je mocht mij veel wijsmaken, maar ik geloof niet dat Luc zoiets zou doen. Hè. Jij wel? Nee, natuurlijk niet. Dat was een ongeluk. Allee. Mag ik nu dan gaan? Allee, vooruit. Maar niet te lang duurt. Merci. Voilà. Oh, amai. Ben ik blij dat wij terug thuis zijn. Eindelijk aan de lucht. Ik ben ook blij hè, dat je thuis bent. Ja, nu kan ik eindelijk eens alles gaan vergeten. En verwerken. Gewoon in die kliniek ging dat helemaal niet. Hé, hey, zeg. Zijn jij wel blij dat ik thuis ben? Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Je bent zo stilletjes. Hè? Ja. Onderweg heb je ook al niks gezegd. Ik heb hier ook wat miserie gehad. Hier. Alleen een beetje. Hè? Een beetje veel. Is er iets gebeurd? Oh. Valérie. Er is toch niks met je baby? Waar is ze? Ik weet het niet. Ik heb haar sinds gisteren niet meer gezien. Je hebt ruzie gemaakt. Maar ja. Ik had naar u moeten luisteren. Ja, je had gelijk over Isabelle en Valérie. Ze kenden elkaar. Toch? Het zijn zussen. Het is niet waar. Maar ja, ik wist dat. Ik voelde dat. Ik wist dat van het begin dat er iets niet klopte. Nee, allee, ik heb dat altijd gezegd, dat hij niet te vertrouwen was. Ja, maar ja, het is goed, hè. Het is goed. Laat het maar zo nu. Het is goed. Hé, hey, zeg, maar je kunt altijd op mij rekenen, hè? Ja, natuurlijk, maar ja. Je hoort dat niet graag, hè, van uw lief. Nee, sorry. Ja, maar je moet u niet excuseren, ik zeg het. Je had gelijk. Ik weet ook niet meer wat ik moet denken of doen. Of voelen. Is het gedaan tussen jullie? Oh, ik heb haar sinds gisteren niet meer gezien. Ik ben haar ook niet gaan zoeken. En zij mij ook niet. Nee. We hebben elkaar toch nog? Hè? We komen er samen wel door. En Simon, naar waar ga je? Wie van de twee zal het zijn? Ik ga naar de Frank. Ik wil eerst weten hoe het met hem is. Ja, zo'n coma, dat is altijd afwachten. Hè. Ik hoop dat er sinds gisteren toch een beetje verbetering is. Dat hoop ik ook, want zie dat hij eruit komt als een plant. Pas op, Simon, dat is het laatste wat ik zou willen. Hè. Maar we moeten er wel rekening mee houden. Jij moet nergens rekening mee houden, Leontien. En zeker niet met mij. Oh, nee? Dan had ik misschien beter gezegd dat je niet mocht gaan. Allee, vooruit, Simon, maak dat je weg bent. Maar houd me wel op de hoogte, hè. Merci. Ja, Frankske. Ik heb toch de indruk dat je aan het winnen bent. Alleen spijtig dat je het nu nog niet beseft. Voor u ook? Nee, bedankt. Ik denk dat ik eens naar buiten ga. Een paar boodschappen doen. Huh? Naar buiten? Ja, mag dat niet? Een paar boodschappen doen. Zeg, ik moet toch niet bij alles wat ik doe en laat een uitleg geven? Hè? Nee, dat niet. Maar ja, ik kan gewoon ook meegaan, want een beetje frisse lucht zou mij ook goed doen. Nee, bedankt.
kan je ook gewoon proberen te volgen, hè? Om te zien wat je dit keer weer van plan bent. Isabelleke, ik ben helemaal niks van plan. En waarom zou ik je niet volgen? Dat doet jij met Vera toch ook, hè? Waar heb je het over? Pierre. Ik heb haar nog gesproken, hè? Herinnert het u niet meer? Ja, dan nog weet ik niet waarover dat jij het hebt. Vera kan u van alles wijsmaken. Dat heeft ze bij u altijd al gekund. Zie, dat ik u niet betrap, hè, manneke. Vera? Wat een verrassing. Zeg, dat wel, ja. Wat kom jij hier doen? Wij moeten eens praten, wij drie. Graag. Kom binnen. Waarover? Ik heb Werner alles verteld. Florke, die slaapt nu. Eindelijk. Ze is de hele nacht wakker gebleven. Zeg, had dat moeten zien, hè? En die was maar aan het babbelen met Frank. Over vroeger en toen hij nog klein was. En ook over mijn duiven. Ik weet dat ze er best aan heeft. Laat haar dan maar wat slapen. Ja. Zeg, ik ga even naar buiten. Ja, wat? Nee. Ik heb dat nodig. En daarbij, je mocht er maar met twee bij blijven, hè? Kom zelfs terug, hè? Frank. Hij is uit. Moet Roger eens even naar buiten. Oh ja, hier zo lang stilzitten, dat is niks voor hem. Moeke, zou hij ook niet beter naar huis gaan? Daar heb je tenminste een bed om in te slapen, want hier op die stoel hier is toch ook niet alles. Ik kan thuis niet slapen. Het is zo precies of ik hem altijd bij mij moet hebben. Nog iets van onze Luc gehoord? Ik heb hem gebeld, maar ik mag er nog altijd niet bij. Allee, voorlopig toch nog niet. Is dat normaal of wat? Dat kan, ik weet niet. Deze kan toch ook niet blijven duren, hè? Allee, wat dat er ook van komt, maar dat kan toch echt zo niet blijven duren. Allee, alles is beter dan hier zo maar te liggen, hè? Simon, het is toch waar? Oh. Goed. Zeg, Luxke, kom jij nog? Ik zal die toch niet. Gelukkig. Luc! Ah, gelukkig zeg, ze hebben u losgelaten. Ja, ze hebben mij losgelaten, ja. Ik ben heel content. Ik ook, dank u. Elk zijn een goede dag. Zijn jij dan niet blij om mij te zien? Ik ken geen enkele vent die content zou zijn van u tegen het lijf te lopen, ja. Zo erg zou dat toch niet zijn? Alsjeblieft, ik heb hier geen goesting in. Nee, dat is waar, zo midden op straat, hè. Voordat je het weet, hang ik terug vast en ik erbij. Je zou anders blij moeten zijn dat ik er ben om je op te halen. Simon is in geen velden of wegen te bespeuren. Ik ga Simon nu verrassen en ze zal heel content zijn. Dan zullen we wel de andere kant op moeten. Het ziekenhuis ligt daar. Goed ziekenhuis? Is er iets met Simon of wat? Nee, Luxke. Het is gewoon naar het ziekenhuis voor de Frank. Is die uit de coma? Ik weet niet. Wat ik wel weet, is dat Simon voor de Frank gekozen heeft. Ik heb haar de keus gelaten. Ik heb gezegd, Simon, je krijgt een uurtje vrij. Zie zelf maar wat je doet, hè. Of je gaat naar het ziekenhuis, of je gaat Luc afhalen aan het politiekantoor. Maar wel, ze is naar de Frank gegaan. Ik geloof er geen fluit van. Moet ik u naar het ziekenhuis brengen? Je kunt het zelf zien, hè. Haar zelf vragen voor wie dat ze gekozen heeft.